Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Half-Life Opposing Force. En het is nu zomaar een aflevering, vandaag is de allerlaatste aflevering van Half-Life Opposing Force. Nou, we gaan gewoon verder, want het is super leuk. En er is iets mis met de fucking sensitivity. Of ik heb te veel CSGO gespeeld, dat kan ook. Maar we gaan gewoon verder, want de vorige keer zijn we hier gebleven. Onze mooie laatste... lift dit en ik die helemaal eraf. Oh, al die bollen gaan daar naartoe, cool. Er zijn een paar dozen, laten we die openen. Oké, nice. Oké, er zat niks in blijkbaar. Have my time. Dan kunnen we hier gewoon leuk naar beneden. Hier zijn nog dozen, nee, want hier zal hier ook niks in zitten. En daar is nog iets. Ik denk dat ik daar wel in kan als ik dit ervoor doe. Zo. Ah, armor batteries. Nice. Oké, ik denk dat we dat al nodig gaan hebben. Boys, ik krijg het niet meer open. Wat is deze? Guys. Ja, dan ga ik daar niet meer in, neem ik aan. En wat is hier dan te doen? Oh! Dat is een mooi portaal. Iets zegt mij dat ik daar niet te dichtbij moet komen. Ah, wat is hier te doen? Hey! De Airbus is hier, met andere woorden. Hij ontgeet zelfs van deze dingetjes, zo is dat zelfs. Cool. Het gaat zo kort, dus. Ik heb. Oh ja, inderdaad. Gaan we doen, ja, ik moet ze dus, met die dingen op zijn ogen schieten, dat is wel heel obvious eigenlijk. Geen idee wat ik dan moet doen, bro. Ah, fuck. Oh my god, al mijn armor weg. Tering. Ah, ik moet daarin schieten. Ja, ik zie het niet meer terug. Ah, dat is heel leuk dat ik nu al armor heb. Kunnen ontwijken. Dus heel mijn armor is al gekild, fucking. Nu spawnen ook mis van die leuke dingetjes. At least er is een healing pool, dus het kon erger. Hier dan. Oh. Oké, en dan als dat is gebeurd, dan moet je een beetje rusten. Misschien moeten we eerst dat killen. Oh, wat fuck, die brug is weg. Ow. Ik moet een beetje oppassen voor. Oh, wow. Dat is niet slim, dat was niet slim. Oh wow, en er is er nog eentje gespawnd. Au, snel. Maar, ja, op zich had ik het ook niet zo goed begonnen, dus eigenlijk is het niet zo erg dat ik erop ben. Oké, ik heb mijn oude AOP pakken. Oh, dit ding. Oh, ja, en nu is de brug ingezakt. Zo, er is hier een ladder, dus in plaats van hel te verdienen. Uh-oh.
ook. Ah, jongen. Lacht ze. Slet. Je hebt wel bijna je hoofd. Kijk. Zo. Ik stel me voor dat we eerst dat ding op de grond killen en pas dan. Ik snap het. Ik kon je dat dan horen komen. Hij heeft zijn vieze adem al gedaan, dus hij is dus een eentje. Oh, ik zie hem even naar een andere dimensie gestuurd, die bolzak. Nu, zoals je ziet, is die burger niet meer, maar om aan de kant te geraken, hebben we dit. Wat is die deur beneden? Ja, what the fuck heeft hij daar overleefd? Ja, en terwijl het hier onder mij staat. Ah, daar is hij. Ja, het probleem is, ik wil die wel aan. Ah, wat een slet is hij. Ja, sorry, ik ga geen risico's nemen. Zo. En jij gaat weg. Zo. Nice. Maar ik moet wel nog een gun kiezen om in die gast te schieten. En ik neem aan dat ik best dit dingetje ervoor gebruik. Zo. Nice. Daar was gevallen, nou was het gedaan geweest. Ik heb ook nog een rocket launcher. Ik denk gewoon best dat ik daarmee erin schiet. Maar eerst natuurlijk dat leuke dingetje om de grond te killen. Multitasken. Oké. Okay. Oh nice, en die is ook al dood. Oh, this is so chill. Okay, whoops. Okay, give me the launcher. Can you help me? Can you help me? Ik vind niet dat het zo super gaat, to be honest. Maar we zullen wel zien zeker dat het nooit gaat of niet. Dat we ook wel. Oh, we moeten wel een beetje aanpassen.
least I get field damage, you know. De healing pool mee pakken en ik moet echt wel goed gaan opletten, want stel je bij de goals. Oké. Oh fucking hell, ik was er bijna al. Ik heb het gevoel dat deze endboss nog lang gaat duren. Maar ik heb een endboss voor te hebben. Ja, nu is hij zo. Ah, wauw. Ja, ik had toch nog alle extra health die ik kan pakken meepakken. Ik mag echt niet geraakt worden door die vieze scheetelucht. Oh, dat is dan bijna de void geflikkerd. Oké. Never mind. Misschien doe ik toch wel een beetje damage. Gewis wat ik toen niet heb gedaan. Oh, we zijn terug hier. So, Corporal Shepherd, we meet at last. Please don't think that I've been avoiding you. A great many matters require my attention in these troubled times. I do hope you understand. And now I require a further indulgence on your part. I cannot close my report until every loose end has been tied up. The biggest embarrassment has been Black Mesa facility, but I think that's finally taken care of itself. She's well. Okay, is there anything happened? Cool, so we can do it. But there is still the lingering matter of witnesses. I admit I have a fascination with those who adapt and survive against all odds. They rather remind me of myself. If for no other reason, I have argued to preserve you for a time. While I believe a civil servant like yourself understands the importance of discretion, my employers are not quite so trusting, and rather than continually subject you to the irresistible human temptation of telling all, we have decided to convey you somewhere you can do no possible harm, and where no harm can come to you. I'm sure you can imagine there are worse alternatives. That's all for the kid. Mag ik mee? Nee, ik mag niet mee. Status detained. Oké. Further evaluation pending. Half-Life Opposing Force. Uitgespeeld. Oké, dit was wel de let's play van Half-Life Opposing Force. Ik kan de credits niet helemaal laten rollen, want het muziekje heeft copyright. Dus daarom doe ik het eventjes zo. Ik wil even zeggen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze let's play. Deze let's play is niet echt gelopen zoals ik het wou. Bij alle afleveringen zonder de game sound te hoog. Maar het probleem is, ik had deze let's play op één dag opgenomen. Dus dat was een beetje een zuur. Dus ja, ik had gewoon besloten om het dan met iets te luid games out online te zetten. En ja, en tenslotte keek toch niemand het buiten een paar mensen. Ik kan dat zien via de analytics, hè.
wie er een trouwe kijkers of niet. En het waren bijna altijd dezelfde mensen die naar Opposing Force keken. Dus dat was leuk om te zien. Ja, erg bedankt jullie natuurlijk. En voor geen zich afvragen, nee, ik heb niet mijn haar er kaal. Ik heb mijn eigen niet kaal geschoren. Dus dit zijn gewoon nog opnames vanuit oktober. Dus ja, zo hard heb ik deze Let's Play uitgesteld. Maar dat maakt niet uit. We komen dichter en dichter bij Half-Life 2. Er moet nog één Let's Play komen. Dat is Half-Life Blue Shift. Het is de bedoeling dat die elke maandag na de paasvakantie online gaat komen. Dat gaat lukken. Waarschijnlijk niet, maar dat maakt niet uit. Dus het idee wat telt. En als hij echt niet klaar is voor de zomervakantie, dan doe ik gewoon een Half-Life Blue Shift marathon. En dan doe ik even zoals nu alle afleveringen snel naar elkaar online gooien. Zodat je misschien zelf kunt mee marathonen. Maar na Half-Life Blue Shift, na het derde deel van de Half-Life 1 trilogie, zal het eindelijk tijd zijn voor Half-Life 2. Dus ik zou zeggen, kijk zeker Half-Life Blue Shift, want dat gaat ook wel nog leuk worden, denk ik. En als je deze leuk vond, dan zult je Half-Life Blue Shift ook leuk vinden. Maar in de zomer gaat shit echt down gaan en dan gaan we Half-Life 2 spelen. En daar ben ik echt super excited voor. Maar eerst Half-Life Blue Shift en dat zal voor maandag na de paasvakantie zijn. En nu ga ik nog zelf zo dag zeggen. Oké, dag Wouter, edit, doei. Ik bedank jullie weer voor het kijken van de Let's Play. Van de video's. Maar ik ga de Let's Play en de video van Half-Life Opposing Force wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk en deze Let's Play, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer weer meer. En ik zeg ciao.